Celeste Vellen. Dank je. Vorige zondag zagen we jou nog met traantjes van geluk op het podium van de finale van Miss België. Inmiddels is dat al meer dan een week geleden. Hoe voelt het nu om een jaar lang de titel van Miss België te mogen dragen? Ik had het eigenlijk niet verwacht, dus toen ik mijn naam hoorde, was het zo... Oh my god, ik ben dus wel Miss België. En het was moeilijk te beseffen, maar nu begin ik het een beetje te beseffen. En ja, het is nogal druk geweest, maar het was heel leuk. Mensen waren heel lief en heel content. Dus ja, dan was ik ook wel blij. Hoe is jouw eerste week als kerstverse Miss België verlopen? Ja, dus het was heel, heel druk. Ik heb vooral fotoshoots gehad, vandaag ook. En ben ook naar het autosalon geweest voor Peugeot. En ja, hier en daar nog acte de présence. Wat is het leukste wat je al hebt mogen doen? Dat was de eerste dag toen ik nog de foto's moest doen voor, met Daniel De Dave. Dat was dus met Daniel De Dave voor de P-magazine en de Snitille Revue. Je legt hier vlotjes een interview af in het Nederlands, terwijl je van thuis uit eigenlijk Franstalig bent opgevoed. Wilt dat zeggen dat je voor je deelname aan Miss België je Nederlands nog flink hebt moeten bijschaven? Eigenlijk niet, nee, want ik ben altijd op een Nederlandstalig onderwijs geweest, sinds mijn kleuterklas. Dus ik heb eigenlijk heel mijn leven altijd Nederlands kunnen praten. Dus eigenlijk ben je gewoon perfect tweetalig. Ja. Op de provinciale verkiezingen werd je eerste eredame van Brussel. Hoe is deze verkiezing eigenlijk verlopen? En was er veel verschil tussen de nationale verkiezingen? Het was wel een groot verschil, ja, inderdaad. Want dat was... Miss Brussel, dat is eigenlijk totaal iets anders dan Miss België. Want dan... je weet wel dat bij Miss België het is je laatste kans om te bewijzen wat je kunt doen. Terwijl Miss Brussel, ja, je wou wel meedoen, maar je wist niet wat je moest doen eigenlijk. Dus dat is een beetje anders. Ja. Ik heb al veel bijgeleerd bij Miss Brussel. En het feit dat ik eerste eredame was, heeft me wel gemotiveerd om nog mijn best te doen. Had je voor je deelname aan Miss België al enige podiumervaring? Of misschien zelfs ervaring als mannequin of model? Nee, helemaal niet. Maar mijn papa was wel fotograaf vroeger. Dus ja, hij trok heel veel foto's van me, dus ik was dat wel een beetje gewoon.